Goedemiddag, welkom bij deze webdemo Safety in Motion en Motion in Safety. Tijdens deze webdemo gaan wij u laten zien hoe u als het ware safety technologie op een, laten we zeggen, een eenvoudige manier, relatief eenvoudige manier kunt integreren in uw normale omgeving. Nou, dat is denk ik iets waar best wel veel machinebouwers wel eens mee worstelen. Wat ik even wil zeggen is, na de webdemo blijven wij sowieso nog even in de meeting hangen om vragen te beantwoorden. Dus daar is zeker tijd voor nadien. Nou, beginnen we even met onszelf voor te stellen. Even te beginnen met mijn collega. Ja, mijn naam is Sander Verbeek. Ik ben System Engineer bij Lenze. Wij bouwen eigenlijk klantenprojecten, helpen klanten met het bouwen van machines, van het gebruik van onze spullen. Ik werk hier nu zo'n 3 jaar, ook afgestudeerd bij Lenze. En daarvoor heb ik nog gewerkt als software engineer robotica. Dus ja. Zo'n 7 jaar nu bezig met automatiseren. Ja. Met Lenze eigenlijk. Ja, klopt. Ik zal mezelf ook even introduceren. Mijn naam is Bart Smits. Ik zit iets langer bij Lenze sinds 2004. Maar ook in die tijd ook afgestudeerd. En mijn afstudeerstage gedaan bij Lenze. En gewoon blijven hangen. Ik ben begonnen als application engineer op de afdeling destijds nog service en applicatie. Tijdens die jaren heb ik de mogelijkheid gekregen om mij iets verder te specialiseren, ook op het gebied van machine safety, en daarvoor de benodigde opleidingen gedaan. En nu sinds goed en wel een jaar mag ik ook leiding geven aan die afdeling. Wij zijn hier in Nederland met een man of 7 en wij werken heel nauw samen binnen Lenze West, noemen we dat, met België en Engeland. Wat we elkaar gezegd hebben, Sander, is op het moment dat je praat over safety, dan moet je in onze ogen ook iets vertellen over de achtergrond van safety. En daar hebben we wel geteld 1 dia aan gewijd. En dan heb ik het natuurlijk over de machinerichtlijn. Daar kunnen we heel simpelweg niet aan voorbij gaan en dat doen we dus ook niet. Maar die gaan we echt in de notendop even de spelregels uitleggen. 1 dia. 1 dia. Nou, zoals ik zeg, de machinerichtlijn. De machinerichtlijn is een Europese wet. Dus dat is geen... het is geen vraag of u daaraan moet voldoen, nee, het is een verplichting dat u daaraan moet voldoen. En die machinerichtlijn, die geldt binnen de Unie, binnen de Europese Unie. En die is geïmplementeerd in de lokale wetgeving van alle lidstaten. Eigenlijk met als doel om zeg maar een consistent level van safety te bereiken binnen de Unie. Die machinerichtlijn die is aan u gericht. Aan u als machinebouwer praat ik dan over. En dat betekent dat u als machinebouwer moet u voldoen aan de eisen die genoemd worden in de machinerichtlijn. En een hele belangrijke eis daarvan is dat u tenminste 1 keer verplicht bent om een zogenaamde risicoanalyse te maken voor uw machine. En een risicoanalyse, daarmee brengt u in feite de gevaren van uw machine in kaart. Hier ziet u aan de rechterkant ziet u een klein plaatje. En dat is eigenlijk hoe u zo'n proces aanpakt. En dat begint dus inderdaad met het identificeren van de gevaren rondom de machine. Een gevaar is nog niet per definitie een risico. Want dat is eigenlijk een simpele samenstelling van ik heb een gevaar. Samen met de kans dat het gebeurt, vormt een risico. Nou, op het moment dat u dus risico's geïdentificeerd hebt, dan moet u daarover nadenken. Dan moet u dat beschrijven. En dan moet u die risico's naar een acceptabel level brengen. En daar zijn verschillende methodes voor om dat te doen. De richtlijn schrijft ook niet voor hoe u dat moet doen. Het gaat erom dat u het doet. Nou, wat wel aan te raden is, zullen we maar zeggen, is om dat volgens deze zogenaamde stap 3 methode te doen. Dat betekent als u de risico's in kaart hebt gebracht, dan heeft het altijd de voorkeur om te kijken, kan ik mijn risico naar een acceptabel niveau krijgen door mijn machinedesign wellicht een beetje aan te passen. Ja, dat wil eigenlijk zelf zeggen dat als u door een mechanische aanpassing aan de machine een risico wellicht kunt minimaliseren, dan heeft dat gewoon de voorkeur. Op het moment dat dat niet lukt, dan komt eigenlijk safety technologie om de hoek kijken. En dan praten we eigenlijk over safeguarding technology. En dat is eigenlijk ook waar deze webdemo over gaat. Nou, ten derde blijft dan natuurlijk over het informeren van de gebruiker. Ja, dus het informeren van de operator, het trainen van een operator, het waarschuwen van de operator in de vorm van... stickers, iconen, geluidssignalen, persoonlijke beschermingsmiddelen, noem maar op. Maar het mag duidelijk zijn dat die derde stap, zeg maar, dat is je laatste redmiddel, wil ik zeggen. Maar dat is eigenlijk het laatste wat je doet. Dat heeft nooit de eerste voorkeur.
Nou, zoals ik al zei, in deze webdemo richten we ons heel duidelijk op die stap 2. Want bij stap 2 betekent het dat we dus safety technologie nodig hebben om ons risico naar een acceptabel niveau te krijgen. Oké, nou tot zover in de notendop eigenlijk de spelregels rondom safety waar wij en u allemaal mee te maken hebben. Dan ga ik even in het kort iets vertellen over onze demo setup, zoals je die hier tussen ons in ziet staan. Wat we hier hebben, we hebben hier een koffer met een drietal regelaars erin en voor onze demo setup gebruiken we er maar 2 van de 3. Tevens zit hier in de koffer een PLC. En dat is deze, die hier is afgebeeld. Ik wijs hem hier even aan, dat is deze. En die PLC die praat via EtherCAT met de servo drives die daaronder hangen. In dit geval is dat de I59 regelaar. Nou, we hebben de middelste regelaar hier in de demo koffer. Dat is een zogenaamde basic safety variant. En dat betekent die kan maar 1 ding en dat is gewoon veilig afschakelen. De term safe talk off die zal in deze demo wel een aantal keer voorbij komen. STO safe talk off. De tweede servo as hier aan deze zijde, dat ziet u ook, die heeft wat meer van die gele klemmen aan de voorzijde zitten. Dat is wat we noemen de extended safety as. En met die as kunnen we ook wat geavanceerdere safety functies implementeren. Die we proberen later nog even te demonstreren. Functies zoals safe limit speed, safe position, safe direction, dat soort zaken. Nou, wat we dan natuurlijk nodig hebben is een safety controller. Die wijst Sander inderdaad even aan. Dat zit eigenlijk allemaal in die kleine box. Tevens hebben we op die kleine box de mogelijkheid voor een aantal inputs. Zoals een noodstopdrukker aan de zijkant. We hebben hier aan de voorzijde een klein deurtje waarmee we een hekschakelaar kunnen simuleren. En natuurlijk heeft die safety controller ook een safe output. Waarmee wij bijvoorbeeld hier die safety van die basic safety servoas kunnen bedienen. Nou, dat is eigenlijk een beetje hoe onze demo setup in elkaar zit. En eigenlijk zou dit zomaar eens hetzelfde kunnen zijn als uw machine, alleen dan op een iets grotere schaal. Nou, wat gaan wij vandaag aan u demonstreren? Even in het kort, ik zet ze even op, 3 demo's. En we beginnen eigenlijk met de demo, die is heel simpel. Maar tegelijkertijd legt hij meteen wel de vinger op de zere plek. En dat is denk ik iets waar velen van u tegenaan lopen. Safety en mijn gewone PLC, dat zijn in principe 2 verschillende werelden. En op het moment dat die 2 werelden niet met elkaar praten en geen data uitwisselen, dan leidt een safety ingreep leidt vaak tot een motion error. En dat laten we u hier zien. En vervolgens gaan we dan kijken, hoe los je dat nu op? Wat heb ik daarvoor nodig? En dat is eigenlijk in de tweede demo. In de derde demo nogmaals gaan we kijken, van kunnen we ook wat geavanceerde veiligheidstechnologie, zoals bijvoorbeeld die safe limit speed, integreren in onze applicatie. Want je zult zien op het moment dat je eenmaal data kunt uitwisselen tussen de safety PLC en de normale PLC, dan hebt u in 1 keer veel meer mogelijkheden, ook om geavanceerde safety technologie te gebruiken. Nou, snel door naar de eerste demo. In de eerste demo, zoals ik zei, we beginnen heel simpel. Dat is een applicatie waarbij we een zogenaamde Safe Stop 0 integreren. In de standaard, en dat is in dit geval de 60204, dat is eigenlijk de laagspanningsrichtlijn. Dat is een verwijzing naar de, of dat wordt in verwezen in de machinerichtlijn. Daar staat beschreven wat betekent een emergency stop. En een emergency stop betekent, ik breng mijn machine naar een veilige toestand. En een veilige toestand voor een aandrijving, dat is safe torque off. Altijd. Zelfs bij een lift. Bij een actieve last noemen we dat. Dan zijn de remmen deel van je veiligheidscircuit. Dus safe torque off is het enige veilige uitgangspunt van een aandrijving. Wel belangrijk, hij is koppelloos. Ja, maar niet spanning. Heel goed. Ik noemde duidelijk emergency stop. Wat ik beschrijf, en dat gaat dus inderdaad over mijn aandrijving is momentloos. Dus koppelloos. In diezelfde richtlijn wordt ook gesproken over nooduit. Ja, dat heet emergency switch off. En nooduit betekent, ik moet een galvanische scheiding hebben. Ik wil bij wijze van spreken met mijn schroevendraaier in de klemmenkast werken. Nou, op het moment dat u dat wil, dan hebt u daar, laten we zeggen, een werkschakelaar. Of u zet de schakelkast uit. Dus dat is echt iets anders. Van oudsher was noodstop en nooduit vaak hetzelfde, omdat je extern gewoon afschakelde. Tegenwoordig met safety integreren in drives, praten we vaak, zie je vaak een onderscheid tussen die 2. Nou, deze eerste demo die gaat dus over noodstop en dan in het specifiek de functie safe stop 0. En safe stop 0 dat ziet er als volgt uit. Zodra we op de noodstop drukken, zodra we die noodstop activeren, dan wordt er per direct de motor in safe talk off geschakeld. Dat betekent eigenlijk hij komt coastend tot stilstand.
Dat betekent eigenlijk dat u als machinebouwer hebt bepaald dat deze stopmethode voor u een veilige situatie is. Dus als ik een motor of een aandrijving heb waar heel veel massa traagheid in zit en weinig wrijving bij wijze van spreken, met een hoge uitlooptijd, dan gebruikt u een zogenaamde safe stop 1. Dat heet een gecontroleerde stop en die laten we in de tweede demo natuurlijk zien. Heel belangrijk nog even om te vermelden, in deze demo heb ik dus geen communicatie tussen mijn safety wereld en mijn PLC. Dat betekent we gebruiken van die demo opstelling die ik zojuist beschreven heb, gebruiken we een aantal elementen. Natuurlijk onze PLC. Ja, we gebruiken hier deze middelste as hier op het plaatje bij mij hier aan de linkerzijde afgebeeld. De basic safety variant. Die STO klem die wordt geschakeld vanuit die veilige output van die safety controller. En uiteraard op de safety controller hebben we aan die zijde de noodstop aangesloten. Dus dit zijn de elementen die we gebruiken in deze demo. Sam, voor te zeggen. Ja, dan laten we mijn ding. Nou, ons pakket PLC designer. Hè, ik ben nu verbonden, het programma zit er al in. We hebben natuurlijk al een klein beetje het voorbereidende werk al gedaan. Anders duurt de demo al heel lang. Gaan we even kijken in het programma. Pak ik eerst even de hardware. Hè. Hoe ziet dat er nou ook uit in PLC designer? Allereerst hebben we natuurlijk de 7300, hè, de PLC, de motion controller. Aan die motion controller verbonden via Ethercat hebben we die safety controller hangen. En daarbij moet ik zeggen, wat Bart straks al aangaf, we hebben die nu even gebruikt omdat we die zo meteen ook nog nodig hebben. Dit had in principe voor deze toepassing, deze demo, ieder willekeurig veiligheidsgeleid kunnen zijn. Ja. Wat zien we? We zien daar de buskoppeler, dat is hier de grijze module in de koffer. We zien daar de eerste gele module, is daadwerkelijk de safety PLC waar het programma draait. En de tweede gele module is degene met heel veel draadjes eraan. Dat is de IO-module die aan de zijkant ook verbonden is. Ja, en als tweede deelnemer hebben we dan inderdaad die motionals die daar aan hangt. Ja, die middelste. Gaan we ietsje verder in op die safety. Gewoon even om te laten zien. Ik heb natuurlijk al wat voorbereid. Ik heb zo de noodstop hebben aangesloten. Hier zit nog een reset knopje heb ik aangesloten. Voor de demo's dadelijk hebben we het hek aan de voorkant vast aangesloten en we hebben die uitgang inderdaad aangesloten op de regel. Het zijn eigenlijk hier deze gele draden die u hier aan de zijkant ziet. Gaan we kijken naar het programmaatje, dan is dit eigenlijk, ja, het omvat niet meer dan een normaal veiligheidsgeleid. We hebben een noodstop ingang, we hebben een reset knop en we hebben eigenlijk een uitgang die de regel uitschakelt. Op het moment dat ik deze indruk. Wordt hier het hele zaakje vals, zet ik deze weer aan, dan moet ik nogmaals op reset drukken, wil die uitgang weer hoog worden. Nou. Tot zover het safety deel. Gaan we kijken naar het motion programma, naar het PLC programma. Dan bestaat het eigenlijk, ja, heel simpel uit een enkel programmaatje, opgedeeld in twee delen. In deel 1 roep ik de functieblokken op, hè, de blokken nodig om de motion aan de gang te krijgen. Die sla ik even over, dat is niet zo interessant. Wat ik wel even wil laten zien is de state machine die we gemaakt hebben. En de state machine die we gemaakt hebben, maken we gebruik van de standaard van PacML, van OMAC PacML. Wellicht kent u hem, wellicht gebruikt u hem. Het is geen verplichting, maar het is, ja, wij vinden dat handig om een gestandaardiseerde manier te hebben om een state machine te maken. En het programma, ik zei het al, het is niet zo heel groot, maar als je hier, ik wil er toch even doorheen lopen. Kijken we naar de state idle, dat wil gewoon zeggen, mijn machine staat in rust, die is niks aan het doen, die is niet ingeschakeld, het is gewoon, ja, hè, ik heb hem net aangezet en hij staat in idle. Ja, dan hebben we nog een stukje starting, waarin ik in dit geval mijn as inschakel. Hij zegt, nou oké, als alles goed is, mijn assen zijn ingeschakeld, dan kunnen we naar de state execute. Nou, en de naam zegt het eigenlijk al, daar vindt mijn productieproces plaats, hè. Daar is waar het ook daadwerkelijk gebeurt en wat ik daar doe in dit geval. Ik start daar gewoon een move velocity. Dus mijn as gaat zo meteen gewoon op snelheid draaien. Nou, dan hebben we twee stopmethodes. We hebben de methode stopping. Daarbij maak ik gebruik van een halt. Die staat gewoon ingesteld op een rustige deceleratie. Die zou je gebruiken op het moment dat je machine stopt. Stopknopje, ik geef mijn machine stop en ik ga een bakje koffie drinken. En dan hebben we ook nog een deel aborting. En aborting maak ik gebruik van een quickstop. En die quickstop is gewoon puur en alleen. Bedoel, ik wil snel stoppen. Ik moet acuut stoppen. En ja, veel meer is het eigenlijk niet, dat is eigenlijk het programma. Nou, dan hebben we ook nog een stukje visualisatie erbij. Klik even de balken weg, zo. Aan de linkerkant van de visualisation ziet u de Exhibition Control V2. Dat is ons
functieblok maak een as aansturen. En aan de rechterkant is de PakML manager, dat is een kleine visualisatie, gewoon even om te laten zien hoe die states in elkaar overlopen. We zien, we staan nu naar boord, ik heb natuurlijk net een noodspring gedrukt. Ik heb hier een schakelaartje liggen, zet ik die om, dan gaan we naar de stand execute. Als het goed is, begint er een as te draaien, als het goed is, kunt u dat ook zien. Ik heb hem wat rustig gezet, zodat het ook te zien is. En eigenlijk heel simpel, hè? Dit kan iedere willekeurige machine zijn die in productie staat. Het enige probleem treedt op het moment dat ik een noodstop activeer, schakelt die as direct af. Het is een compleet veilige situatie. Alleen motion technisch kun je niet op anticiperen. En wat je dus ook krijgt, bijvoorbeeld een power field during operation, tijdens het in bedrijf zijn van de as, tijdens het draaien van de motor, wordt gewoon het koppel weggeschakeld. En is die de controle over de as kwijt. Ja. Nogmaals, perfect veilig. Ja, dus je ziet, dat is inderdaad heel belangrijk om te vermelden. Hè. Dus veiligheidstechnisch is dit oké. Hè. De machine schakelt naar een veilige toestand, want dat wordt allemaal heel geregeld, om het zo te zeggen. Maar motion technisch is dit een drama, want je weet natuurlijk, je machine heeft 20 errors en dit wil je niet. Dit wil je slimmer oplossen. Dat is eigenlijk het idee. Oké, dank. Ja. Ook nog even goed om te vermelden. Kijk, deze demo die gaat heel erg natuurlijk over die safety integratie. En ik kan me voorstellen dat voor degenen die dit aanhoren en nog nooit met onze software tool gewerkt hebben, met PLC Designer. Dan gaan we misschien op sommige punten wat snel. Laat dat nadien gerust even weten, want dan kunnen we altijd met u specifiek daar wat dieper op inzoomen. Ik pak het scherm even terug, Sam. Goed, eerste demo. Ik denk dat dit een goed startpunt is. En vanaf hier kunnen we het langzaam gaan uitbouwen. En dat doen we eigenlijk op de volgende manier. We gaan onze noodstop op die tweede manier oplossen. Dat betekent met een safe stop 1, ook wel genoemd een gecontroleerde stop. Ik denk dat dat ook de hele grote meerderheid van alle noodstopfuncties die we zien rondom machines zijn tegenwoordig gecontroleerde stoppen. Onze machines lopen allemaal met veel minder wrijving. Dat willen we ook. En dat betekent ook dat dingen langer uitlopen over het algemeen. En dus wil je gecontroleerd stoppen. Om het een beetje veilig te houden. Nou, uiteindelijk geldt nog steeds hetzelfde als wat we zojuist gezegd hebben. Het enige veilige uitgangspunt van een machine of van een aandrijving is safe talk off. En dat betekent dat is ook bij safe stop 1 de uiteindelijke toestand. Bij safe stop 1 komt alleen een stukje parametering om de hoek kijken. En die parameters zijn heel belangrijk, die maken gewoon deel uit van je risicoanalyse. Of eigenlijk anders gezegd, die volgen uit je risicoanalyse. Hoe ziet dat er motion technisch uit? Dat zien we hier in dit plaatje. Zodra de noodstop geactiveerd wordt, gaat een zogenaamde stoptijd lopen. Dat is dus die parameter. Na het verstrijken van die stoptijd schakelt de aandrijving naar STO. Ja, dus of dat het nu lukt of het lukt niet, dat zou je nog kunnen bewaken. Maar als het lukt of lukt niet, hij schakelt altijd uiteindelijk naar die veilige toestand. Die stoptijd, die wordt dus bepaald uit de risicoanalyse. En dat komt vaak simpelweg neer op het feit van binnen hoeveel tijd kan iemand echt fysiek bij dat gevaarlijke punt in de machine komen. Dat wordt uiteindelijk, dat is vaak bepalend voor de stoptijd. En heel belangrijk, ik zeg het er gewoon even bij, het wordt vaak vergeten. Dimensioneer je aandrijving daar ook op. Hè. Heel vaak dimensioneren we onze aandrijving op het proces, maar vergeet daar de noodstop niet. Dat zijn dingen die zijn namelijk later vrij lastig te implementeren als de motor gewoon te klein is om zo snel te stoppen. Nou, wat hebben we hier nodig? Ja, communicatie tussen die twee werelden. Dus dat is eigenlijk de volgende stap. Nou, dat betekent, wat we in de demo gaan gebruiken aan componenten is op één ding na exact hetzelfde. En wat is dan dat ene ding? Dat is natuurlijk die communicatie tussen die safety controller in dit geval en de PLC. Dit had theoretisch nog steeds een normaal klassiek veiligheidsgelek kunnen zijn, wat een direct contact heeft, wat op het moment van de noodstop tegen de bovenliggende besturing zegt, hey, er komt een noodstop aan, en een vertraagd contact die de STO van de regelaar schakelt. Nou, zoals gezegd, wij gebruiken hier die safety controller, maar dat betekent er gaat dadelijk een direct commando richting de gewone PLC en een vertraagd commando bij Sander maken om de STO te schakelen op de drive. Nou, laten we terugschakelen, Sander. Nou, ik heb in de tussentijd niks veranderd, dus het programma is nog steeds zoals we net hadden. Om dit voor elkaar te krijgen, moeten we eigenlijk twee dingen doen. Hè. We moeten zorgen dat we vanuit de safety gezien het
signaal, de uitgang vertragen. Hè, dat we zeggen, nou, we geven je ook de kans om te stoppen. Anderzijds moet je natuurlijk in de normale motion PLC wel ook daadwerkelijk stoppen. Hè, want na die, nou, laten we de tijd nemen van 2 seconden. Ja. Na die tijd is het hoe dan ook FTO. Ja. Nou, om dat te doen, ik ga eerst mijn safety in orde maken. Ik ga eerst offline. Om dat eigenlijk voor elkaar te krijgen, is eigenlijk niet meer, niet minder dan tussen de uitgang een vertraging invoegen. Ik had net gezegd, we nemen even de tijd van 2 seconden. Dat nogmaals, dat volgt uit de risicoanalyse. Maar dat vind ik hier een mooie tijd. Ja. Op deze manier, dit is eigenlijk qua safety denk ik wat we moeten doen. Die uitgang wordt gewoon 2 seconden vertraagd. Op het moment dat die hier afschakelt, duurt het 2 seconden en dan schakelt die ook af. Nou, tot zover dit, maar nu hebben we natuurlijk helemaal geen integratie met Motion. Ja, en om dat te doen, kan ik een speciaal object toevoegen. Dat heet een logical device. En dat logical device, ik pak even een woord. Dat bevat in dit geval een woord, oftewel 16 bitjes, die ik dadelijk in mijn normale PLC ook weer kan gebruiken. Nou, ik noem deze even safety to PLC. En heel simpel, ik maak hier een naampje aan, safety to PLC. Emergency stop. Waarmee ik zo meteen ga aangeven, want luister, de noodstop is geactiveerd. Ja, dit is eigenlijk je directe commando dadelijk. Ja, en dit is een stukje wat dadelijk naar de PLC gaat. Dus inderdaad, direct commando, dat betekent dat ik hem hier voor de timer hang. Want ik wil in mijn motion dadelijk meteen weten als de noodstop er is en pas later afschakelen. Qua safety kant zijn we eigenlijk klaar. Meer is het niet. Gaan we even naar de PLC kant. Dan is het eigenlijk ook niet meer dan hier een logical exchange lijst toevoegen. Nou, die noem ik voor het gemak ook even safety to PLC. En die lijst die kan ik simpelweg hier onderin met een logical exchange mapping kan ik die koppelen. En als we die openen zien we dan eigenlijk die safety to PLC. Nou, het wordt al een klein beetje duidelijk. Hier staat een pijltje weg en die verwijst naar deze en die verwijst naar die. Dus zo zitten die twee eigenlijk aan elkaar gekoppeld. Meer is het niet. En we zien eigenlijk dat bitje ook automatisch verschijnen, terugkomen. Meer is er niet nodig om data van het safety systeem in de PLC te krijgen. Nou, wat kunnen we nou met deze data doen? We kunnen in onze state machine, kunnen we natuurlijk zeggen, nou, naast die normale stop heb ik ook nog een quick stop. Hier het even, dan zeg ik hier, we gaan naar abort, hè, want in die abort werd er een quick stop afgetrapt. En ik zet daarbij als de emergency stop niet oké is, hè, we gaan ervan uit als die true is die oké. Dus als die niet oké is, dan gaan we naar abort. Meer hoeven we eigenlijk niet te doen. Mm-hmm. Ik ga dit even in mijn PLC laden. Ja, meer is het eigenlijk niet. Nee, dus eigenlijk de crux zit hem in het feit dat je dus met dat exchange kanaal kun jij data uitwisselen tussen je gele wereld, je safety wereld en je grijze PLC wereld. En omdat het in één project zit, hè, we hebben het allemaal binnen PLC design, het hangt allemaal binnen hetzelfde project. Ja, is die koppeling daartussen, hè, je hebt geen bestandjes, ik zet daar een export neer, moet ik importeren, moeilijk lastig. Ja, dat hebben we allemaal niet. Ja, het gaat allemaal op de achtergrond automatisch. Belangrijk is natuurlijk dat we het aangepaste project ook in de safety PLC schieten, want dat is gewoon een op zichzelf staand apparaat. Ik druk nou op login en wat ik meteen krijg is, ik moet eigenlijk het serienummer van de safety controller invoeren. Nou, dat staat hier op de voorkant. Ik kan begrijpen dat u dat niet kan lezen van die afstand. Ik weet het inmiddels uit mijn hoofd. Dit is eigenlijk een soort identificatiecode van hey, schiet jij jouw programma wel in de juiste safety controller. En dit geeft eigenlijk ook aan als je die componenten gaat wisselen. Dit zijn safety componenten. Ja, daar zit wat meer checks zitten daar als het ware aan vast. Ja, gewoon safety is natuurlijk ook geënt. Het moet zo veilig mogelijk. Ja. Dus weer wederom gewoon weet wat je doet. Nou, dan krijg ik nogmaals een melding. Zeg, nou, oké, je bent met het goede apparaat verbonden. Is alles veilig? Ja. Want op het moment dat ik het inlaat, valt alles uit. Dus ik moet ook bevestigen van, oké, doe maar. Nou, dan is hij aan het laden. Dan zetten we vervolgens de applicatie weer in
run. En wat we dan eigenlijk zien is dat ons programmaatje daarin zit. En op het moment dat ik hier de reset indruk, dan worden beide bitjes hoog. Dus zowel het bitje dat naar de PLC gaat, dat we hier netjes aftakken, als de daadwerkelijke uitgang. Nou, druk ik hier die noodstop in. En je ziet eigenlijk al, de ene is meteen weg, de andere volgt gewoon het raakvolle aantal. Nou, dat gezegd hebbende, laten we dan ook de motionals draaien. Nou, die draait ook. En op het moment dat ik nou die noodstop indruk, dan gebeurt er eigenlijk niks. Althans, zo lijkt het. Wat we hier aan de linkerkant zien is dat die quickstop application, die werd hoog. Die werd eigenlijk, als je heel goed keek, meteen hoog op het moment dat ik de noodstop indrukte. En daar komt gewoon, we weten van tevoren al, hey, er komt een noodstop aan. Dus doe er iets mee. Ja. Nou, en in het programma hebben we gezegd, hey, er komt een noodstop aan, we schakelen af. Of we stoppen, laat ik het zo zeggen. Ja, je houdt de controle, zeg maar, ten alle tijde. Ja, we hebben geen motion fout, want we zijn netjes uitgeschakeld. Zeker nog, de as stond al uitgeschakeld voordat de safety überhaupt om de hoek kan krijgen. Ja. Ik kan met een simpele reset van mijn safety en een startsignaal loopt de as weer aan. Ja, ik heb geen reset meer. Nee. Ja, dit is misschien, het klinkt als iets wat heel simpel is en het is eigenlijk ook heel simpel. Maar dit is echt iets waar het dan vaak fout gaat. Bij noodstop, ja, als een bovenliggend systeem ingrijpt, dat kan voor u betekenen dat u de product tracking kwijt bent. Of dat u nadien opnieuw moet referentiëren of... Nou ja, bedenk het maar, dat is natuurlijk heel afhankelijk van de machine. Op deze manier houdt gewoon de PLC, houdt in alle tijden de controle. Gewoon puur door data uit te wisselen tussen die twee werelden, ja, ben je in staat om eerst te anticiperen, alvorens gewoon afgeschakeld wordt. Ja. Dat is eigenlijk het verhaal achter de tweede demo. Ja, en dit had inderdaad een simpel veiligheidsgeleg kunnen zijn met vertraagde uitgangen. Ja. Ja, had ook weer extra beveiliging gekost, want je moet ook een draad trekken van... van het relais naar je PLC. Ja, ja, precies. Oké, ik pak hem even terug, Sam. Goed. Ja, dan moeten we eens kijken of dat we... ik denk dat dit al een hele belangrijke stap is eigenlijk. Hè? Hoe simpel dat het ook lijkt, maar dit is echt een hele belangrijke stap. Nou kunnen we eens kijken van oké, we hebben hier natuurlijk die extended safety as zitten en daar kunnen we een heleboel dingen meer mee. En een van die dingen is, je kunt daarbij gebruik maken van wat wij noemen snelheid, CQ, positie, gerelateerde veiligheidsfunctionaliteit. En wat we dadelijk gaan doen is, je ziet het hekje er al bij komen hier rechtsboven. We gaan naast die noodstop, gaan we ook een hek, hier dat deurtje, integreren in het systeem. En dan is eigenlijk de bedoeling dat op het moment dat we de deur openen, dat de aanrijding naar een veilige snelheid teruggaat. Ook daar geldt weer voor, ja, er hangen parameters aan vast, die zullen we ook in moeten stellen zometeen. En de waarde van die parameters, ook die volgen uit die risicoanalyse die u gedaan hebt. En zo werkt dat dan. Maar de kracht eigenlijk van dit systeem, en dat gaat even buiten dat PLC-design verhaal een beetje om. We hebben hier natuurlijk te maken met een servo-as. En een definitie van een servo-as is natuurlijk dat er een motor zit met een terugkoppeling. Ja, we noemen dat dan vaak een encoder. Of een resolver wordt gebruikt. Nou, op het moment dat je snelheid, CQ, positie, gerelateerde veiligheidsfuncties toepast, dan is die encoder ook deel van je veiligheidscircuit. Net zo goed als dat de bewaking van die encoder deel is van je veiligheidscircuit. Nou, en dat handelen we als het ware lokaal af. Dus de bewaking zit in de servo-as, want daar zit de encoder ook aangesloten. En we hebben zometeen de safety controller, die op een veilige manier communiceert met die servo-as. Een van de parameters is natuurlijk dat we praten, deze functie heet Safe Limited Speed, SLS. Dat zijn geen lenzentermen natuurlijk, dat zijn gestandardiseerde termen in die safety wereld. Safe Limited Speed betekent dus gewoon, ik heb een veilige snelheid. Op het moment dat dat mis zou gaan, ja, dan grijpt natuurlijk die regelaar in. Hè? Dus dat stukje speed monitoring, dat vindt lokaal plaats in de regelaar. Stel we activeren Safe Limited Speed en we gaan over die snelheidsgrens heen, dan is daar natuurlijk een fout als reactie. Ook daar gaan we het zo meteen even over hebben. Nou, wat zijn dan die parameters? Dan pak ik het plaatje er gelijk even bij. Op het moment, ja, wat zien we aan de rechterkant? Nou, allereerst zien we daar die snelheid. Hè? We zien die snelheid in de tijd zich voortzetten. En we zien daar bovenin weer die activation. En je ziet daar dus het moment, het activeren van wat ik nu noem Safe Limited Speed.
Op het moment dat dat gebeurt, dan gaat er net als bij safe stop 1, gaat er een zogenaamde stoptijd, of wat hier heet dat een braking time, gaat lopen. En dat betekent eigenlijk dat je dus je aandrijving een x tijd geeft om onder de veilige snelheidsgrens te komen. En die tijd, dat is wederom zo'n safe parameter. Nou, dan hebben we natuurlijk de veilige snelheid zelf. Ook dat is een safe parameter. En ook daar moet u over nadenken. En ook daar moet u, dat moet u beschrijven in uw veiligheidsdossier. Waarom denkt u dat 20 toeren een veilige snelheid is? Nou, noem maar op. Dat zijn op zich allemaal logische dingen, denk ik. En u parameteert uiteindelijk de reactie die u wil hebben op het moment dat het dus misgaat. Dus stel, onverhoopt gaat de motor toch optoeren, om wat voor reden dan ook, dan krijg je een error response. En die error response die geef je ook weer of een STO of een safe stop 1. Of in dit geval mag je dat ook een safe stop 2 geven. Safe stop 2, daar gaan we niet te ver over uitweiden vandaar. Maar safe stop 2 betekent eigenlijk dat je gecontroleerd stopt en vervolgens gecontroleerd op nul toeren blijft staan. Ja, dus dat is iets anders dan gecontroleerd stoppen en afschakelen. Nee, dat is gecontroleerd stoppen en eigenlijk operationeel blijven. Wat hebben we hier nodig? We hebben hier een safe communication nodig. Ja, omdat we zeker moeten weten waar we net eigenlijk bij safe stop 1 uiteindelijk de safety controller na het verlopen van de stoptijd sowieso ingreep. Dan is zeg maar de communicatie tussen de safety controller en dat directe contact, dat had theoretisch ook een normale digitale uitgang mogen zijn. Of dat had ook via de op een andere manier bij de PLC terecht kunnen komen. Op het moment dat je zegt ik activeer safe limited speed, dan vindt die bewaking plaats in dat externe component. In dit geval dus in die extended safety servo as. En dat betekent dat de communicatie tussen de safety controller en die as, die moet bewaakt zijn. En dat doen wij in dit geval met FSOE, Fail Safe over EtherCAT. Dus dat loopt over hetzelfde EtherCAT kabeltje natuurlijk, maar dat is een apart telegram als het ware. Los daarvan kan deze servo as, die zou ook ProfiSafe kunnen. Hè? Dat kennen wellicht andere mensen ook vanuit de Siemens wereld. ProfiSafe is daar ook een mogelijkheid. Wij gebruiken nu FSOE als safe communication. Of je klemmen. Als je geen... Ja, of je klemmen inderdaad. Hè? Dat ding heeft niet voor niet zoveel klemmen aan de voorzijde. Je kunt al die functies zou je ook kunnen activeren inderdaad door middel van safe inputs. Hij heeft 4 safe inputs die je dus kunt parametreren. Nou, wat gebruiken we voor deze demo? Nou, dat is natuurlijk, we schakelen even om naar de andere as. Dus Sander steekt nu de EtherCAT kabel van de basic safety regelaar naar de extended safety regelaar. We gebruiken natuurlijk dezelfde safety controller. We hebben gezegd, we activeren nog steeds ook die noodstop. Dat kunnen we dan ook doen via die FSOE. Dat is dat gestippelde lijntje wat u op de dia ziet, dat rood-gele stippenlijntje. Dat is eigenlijk de safety data die over EtherCAT loopt. En die noodstop die gaan we dan ook via FSOE sturen, Sander. En tevens hebben we dan natuurlijk hier dat deurschakelaartje. En dat deurschakelaartje activeert safe limit speed. Laten we eens kijken. Dit heeft natuurlijk iets meer... Dit vraagt om iets meer instellingen, kunt u begrijpen. Want nu hebben we te maken ook met een servo as. Maar laten we maar eens proberen rustig aan op te bouwen, Sander. Ik begin heel simpel die basic safety, die haal ik uit mijn project en in plaats van die basic safety voeg ik daar een extended safety toe. Dus onder mijn INE 50 lijstje heb ik een extended safety. Onder die extended safety pak ik meteen even een tweede stapje als die geladen is. Onder die extended safety voeg ik ook meteen safety process data toe. En safety process data houdt gewoon in, dat is de data die uiteindelijk uitgewisseld gaat worden via dat rood-gele lijntje met mijn safety control. Nou, ik voeg hem vast toe. Dan zit hij er maar vast in. Even kijken. Dan gaan we aan de safety controller kant. Moeten we natuurlijk ook even vertellen dat daar wat safe communicatie gaat plaatsvinden. Dus dat wil je toevoegen. Is wederom zo'n logical device, alleen gaat dit apparaat nu niet praten met de motion controller, maar met die INE 50 en dat doet hij via een, eigenlijk een geel object. Ja. Nou, ik voeg die toe en eigenlijk hij opent eigenlijk al meteen, het zijn allemaal standaard bitjes en die mapping is eigenlijk standaard, waar je eigenlijk alle controle, alle safety functies die je kunt aansturen met die regelaar, die is hier als bitje aangeboden. Ja, en tevens de status. Ja, en dus zo
gaat eigenlijk, zoals we net hadden, van safety naar motion PLC, is dit eigenlijk van safety naar controle, of naar regulator. Ja. Ja. Dat enerzijds, dan hebben we natuurlijk ook nog het hack. Dat hadden we nog niet toegevoegd, dus ik voeg gewoon een programmaatje toe. En ik ga er gewoon simpelweg een guard monitoring toevoegen. En een guard monitoring is eigenlijk niks meer dan niks minder dan ja, wat de naam zegt, het bewaken van een hek of een deur of een guard. Nou, dan hebben we natuurlijk de ingang guarding channel 1 en guarding channel 2 voor nodig. Nu heel snel, maar dat heb je helemaal in het begin laten zien. Ja. Die zitten dus gemapt aan dat Safe I.O. station. Ja, dus die hebben we van tevoren zijn we aangesloten, anders dan. Dan hebben we nog een discrepantietijd. Dus hoe moeten die, binnen welke tijd moeten die ingangen dezelfde status aannemen? Hè? Dus binnen welke tijd moeten ze allebei hoog of laag zijn? Ja. Bij een hek is dat vaak wat meer, omdat een hek, die schakelaars verschillen net iets. En dat moet meestal. Ja, vaak trilt het een beetje of het swingt wat naar. En, ja. Dus je zegt, 1 seconde is prima acceptabel. Ja. En een reset is wel handig om te kunnen resetten. Ja, dan gaan we aan de andere kant. Aan de uitgang gaan we twee dingen gaan we toevoegen. Maar voordat ik dat doe, maak ik hier een tweede bitje aan. En ik wil straks in mijn PLC gewoon weten als mijn hek open is, want ik wil mijn snelheid omlaag kunnen zetten. Dus ik voeg een tweede bitje toe, guarding. En die neem ik hier mee. Zeg oké. Op het moment dat die uitgang hoog is, wordt dat bitje ook weet ik in mijn PLC dat eigenlijk alles in orde is, kan ik gewoon. Voelgas gaan draaien, op het moment dat die afvalt, een beetje de zaak net al een beetje valt af. Anderzijds wil ik de regelaar natuurlijk vertellen dat die safe limit speed niet hoeft te bewaken op het moment dat het hek dicht is, ofwel dat de uitgang hoog is. Dus gaan we kijken, dan hebben we die controlbitjes eigenlijk al, die mapping hebben we net al toegevoegd, dus controlbitjes hebben we meteen tot beschikking. Dat heet hier een S-bus controlbitje, safe limit speed nummer 1. Qua guarding. Meer eigenlijk niet aan toe te voegen. Nou, dan heb ik nog een derde dingetje wat ik even toevoeg, puur voor de INE 5, gewoon puur even voor de programmaafhandeling. Is de resetknop hang ik ook even aan het resetten van de safety functie. Dat wil zeggen, mocht er een safety fout optreden in de regelaar, dan moet je die altijd bevestigen. Een fout moet je gewoon altijd bevestigen, en zeker een safety fout. Moet je wel bevestigen, die hang ik gewoon even. Mocht ik dadelijk iets verkeerd doen, kan ik hem in ieder geval resetten. Andersom wil ik dadelijk ook weten. Kijk, we gaan dadelijk op een lage snelheid draaien, daarom wordt safe limit speed geactiveerd. Ik wil ook weten, op het moment dat ik die safe limit speed overga, dat ik te hard ga draaien, wil ik gewoon, ik wil dat gewoon weten, want dan kan ik een quickstop maken voordat die regelaar zelf afschakelt. Want kijk, safe limit speed, dan draai je toch op een snelheid. Dus ook dan wil je geen motion fouten, je wil netjes stoppen. Op een gecontroleerde manier. Dus ik voeg hier gewoon even een beetje toe. Die noem ik wederom safety PLC en dan noem ik hem even I59 safe stop 1. En die safe stop 1 is dadelijk wat we gaan activeren op het moment dat we over die snelheid gaan. Nou, ook die voeg ik even in. En het verschil met net is dat we nu niet die controlbitjes gaan gebruiken. Maar we gaan die statusbitjes gebruiken. En ik gebruik daarbij het statusbitje, die zit hier beneden. Safe stop 1 actief. En die wordt gewoon hoog op het moment dat safe stop 1 actief is. Dan weet ik gewoon oké, als die hier voorbij komt. Dan kun je tegen de PLC vertellen, je gaat een quickstop doen. Want na 2 seconden schakel ik uit. En dat is natuurlijk wat anders dan de noodstop. Bij een noodstop weet je dat die gaat komen. Ja. Bij een overschrijding van de snelheid, weet je nog niet. Nee. Want het heeft niks met de noodstop te maken. Ja. Dus dat bitje geef ik ook even door en ook die kan ik dadelijk gebruiken in mijn PLC. Dan zijn we er eigenlijk qua PLC, safety PLC project, zijn we er bijna. Dat wil zeggen dat we in de I59 ook nog een stukje safety parameters hebben. En dit is wel eigenlijk een belangrijk stukje en daar komt natuurlijk een duidelijk verschil met zo'n extended safety om de hoek kijken. Dus liggen gewoon bepaalde parameters vast in. In je as. In de as. De eerste twee demo's hebben we gedaan met die basic safety. En dat ding heeft alleen maar een klem die afschakelt. De extended safety, die heeft gewoon een hele safe parameterlijst. En daar vinden we zo meteen ook
die parameters terug waar ik het zojuist over had, hè, die breaking time en dat soort zaken. Ja, en dan hebben we last van het klassieke demo effect, dat mijn schermpje grijs blijft. Oh. Daar is een bug, dat weten we, die is inmiddels opgelost in de volgende release. Oké. Maar wat ik daarvoor moet doen, dan moet ik even PLC designer afsluiten en simpelweg opnieuw opstarten en noem het klassieke demo effect. Oh, okay. Dus ik stop even de presentatie, ik sluit gewoon even PLC designer af. En ik start gewoon even opnieuw op. Alright. Gebeurt. Misschien is het dan toch nog goed dat ik eventjes de stapjes doorloop, even gewoon mondeling van wat hebben we nou achtereenvolgens gedaan. Nogmaals, we hebben de safety control. We hebben hier de extended safety as. En eigenlijk bestaat nou ons project, Sander laat het zo nog even zien, bestaat uit een aantal onderdelen. We hebben onze safety control. Aan de safety controller hebben we verteld in feite van let op, er zit hier een extended safety as in mijn etherkapboom. Dus ik wil die safe process data, die wil ik net. Doordat je dat doet, krijg je standaard alle functionaliteit van die extended safety as krijg jij beschikbaar in je safety controller. Dus alle bitjes zoals safe limit speed activeren, noodstop activeren en tevens alle status bitjes vanuit die safety controller krijg je binnen in je safety controller. En het gaat over dat gele kanaal, dus dat gaat via die FSOA. Wat er alleen nog bij komt kijken, waarom gaat dat over dat gele kanaal? Dat gaat over dat gele kanaal omdat in die extended safety as daar zitten parameters in, want daar wordt de bewaking gedaan en daar wordt afgehandeld. En daar gaan we het nu even over hebben. Ja, en wij zijn inmiddels weer back in business. Perfect. Het zijn heel veel parameters. Het zijn parameters naar gelang je ze nodig hebt. Ja, ik wil je al op voorhand even zeggen. Kijk, wij gaan nu eigenlijk die noodstop inbouwen en die safe limit speed inbouwen. Maar er komt heel veel meer voorbij. En ziet u iets waarbij u denkt van oké, hey, wat is dat? Klinkt interessant, maar de jongens gaan er nu niet op in. Stel die vraag dadelijk even in de chat, want er is echt heel veel mogelijk met die extended safety variant. Waar we van drie kwart zeker over slaan. Ja. Nou, ik begin bij general, hè, de meest generieke instelling. Ik moet hem vertellen op welk adres dat die safety te benaderen is. Nou, ik vind adres 10 wel een mooi getal. Dit is zijn eigenlijk zo'n FSOA safety adres. Ja, dus heeft, daar komt dat er los van etherkap. Ja. Dit is echt een unieke safety adres binnen het FSOA systeem. Ja. Dat gehad hebben, dan gaan we even kijken naar de feedback. En ik moet die safety dan ook vertellen. Maar nou, luister, je hebt een resolver. Dat geeft gewoon aan wat voor bewakingen moet ik doen op mijn terugkoppeling. Ik moet opgeven bijvoorbeeld hoeveel polparen ik heb. Nou, we hebben eigenlijk altijd één polpaar. Ja, ja, dit is wel even belangrijk. Want je zou zeggen van ja, maar luister, je hebt dadelijk toch je servo als geparametreerd. Ik weet niet of we dat al gedaan hebben, Sander trouwens. Je hebt je servo als geparametreerd, dus hij weet toch wat voor terugkoppeling hebt. Dat is helemaal waar, maar safety betekent dat is compleet gescheiden. Dus u moet op het moment, of u moet apart aan die safety module in die I59 vertellen dat die resolver er zit voor safety doeleinden. Ja, eigenlijk wordt het signaal gewoon gesplitst. Het wordt letterlijk gesplitst, ja. Nou, gaan we kijken, dan hebben we nog een wat instellingen voor het bewaken van die snelheid, het monitoren van die snelheid. Ja. Dit zijn gewoon generieke instellingen. Ja, wat misschien hier nog even van belang is ook, is bij die vorige tab, bij die feedback systems, dat gaan we nu niet doen, maar dan ziet u hebt daar de kans om een tweede encoder te activeren, een zogenaamde positie encoder. Komt heel vaak voor bij systemen die niet vormvast zijn, hè? Een wiel op een rail bijvoorbeeld, het wiel dat slipt, dus hartstikke leuk dat die motorsnelheid klopt, maar wat doet die stekkerkreen eigenlijk op dat moment? Nou, bij dat soort systemen heb je de tweede encoder nodig, ook voor safety doeleinden. En dan moet je die twee encoders, die worden intern met elkaar vergeleken, dat die snelheid binnen een bepaald window blijft. En dat window, dat is eigenlijk bij die speed acquisition, geef je dat onder andere aan. Dat is die tolerantie, die comparisons tolerantie. Nou, voor nu niet belangrijk. Voor nu niet belangrijk, maar zo heb je ook voor de positie. Hetzelfde verhaal. Ja. Stappen we even door, is standaard, hè, als we dit ding uit fabriekinstellingen in het project invoeren. Reageert hij hetzelfde als een basic safety? Dat wil zeggen, zijn eerste ingang, of ingang eigenlijk, dus dubbel kanaals, reageren gewoon als STO. Die zijn dus ook ingesteld als STO. Dus wat ik daarbij zeg, die ingang gebruik ik niet, want ik ga hem via de bus aansturen. En wat we daar, dus die zet ik op die activator, wat we meteen zien, is dat onderin een rood kruisje verschijnt. Die zegt, hey, luister, je hebt nog iets geparametreerd met die eerste ingang, alleen die heb je uitgeschakeld, letterregel. Gaan we verder, hebben we ook nog wat safe uitgangen. Wij gebruiken ze in deze demo niet.
Muting kun je gebruiken voor het in bedrijf stellen. Ja. Je zegt, nou, ik moet even wat overhoelen. Ja. Ja. En dan, heel belangrijk, die safety bus moeten we opgeven van, luister, ik wil via FZW mijn data ontvangen. Ja, data ontvangen. En daarom weet hij intern ook van, oké, ik kan data op de FZW verwachten. In feite kun je hier trouwens wel heel mooi zien. Hè? Je kunt daar kiezen tussen ProfiSafe of FZW. Dat zijn eigenlijk de twee smaken. Op het moment dat die regelaar, ja, ik wijk een beetje af van, op het moment dat die regelaar hier een ProfiNet module heeft zitten, en jij stelt in ProfiSafe, dan legt hij eigenlijk intern een verbinding tussen die ProfiNet module en zijn, ja, tussen de ProfiNet module en zijn safety unit. Op het moment dat je aangeeft, ik heb FZW, dus via EtherCAT, dan zit daar die verbinding. Dat is eigenlijk wat je daarmee aangeeft. Ja, en selecteer je niks, dan kun je... Ja. Dan heb je geen safety bus. Nee, geen bus, je kunt altijd de ingang nog gebruiken. Ja. Nou, gaan we dan kijken naar de safety stop functies, dus zeg maar de meest basale functies van safety. Dan zien we dat die safety ook of standaard geparametreerd zit op die eerste ingang. Nou, die halen we er vanaf, want we gebruiken die eerste ingang niet, die is niet, ja, ja. Er zit niks op. En daarmee verdwijnt ook jouw error-melding. Daarmee verdwijnt de error-melding. STO gebruiken we in dit geval, schakelen we niet bewust in. Nee. Het kan wel een gevolg zijn, maar we de functie zelf activeren niet. Wat we wel activeren is SafeStop 1 en SafeStop 2, zouden we kunnen gebruiken, maar we gebruiken in dit geval alleen SafeStop 1. En dan we zeggen, nou, die SafeStop 1, daar willen we een tijd op geven, die breaking time van bijvoorbeeld 2 seconden, dat is dezelfde tijd die we al ingesteld voor die uitgang. Je hebt gewoon 2 seconden de tijd om tot stilstand te komen. Moeten we daar voor de rest nog iets invullen? Nee, eigenlijk niet. Die mode staat standaard op STO, dus op het moment dat die tijd voorbij is, gaat die gewoon op STO. En verder, ja, we hoeven de functie niet te activeren, die activeren we dadelijk vanuit Safe Limit Speed. Ja, meer hoef ik niet te doen. Ja, dus even voor de oplettende kijker, want ik kan me voorstellen dat dit een beetje snel ging. SS1 doen we eigenlijk niet als losse functie aansturen, want dat zou namelijk ook kunnen, maar SS1 gaat standaard gebruiken als error response op het overschrijden van de safe limit speed. En om die reden moet je hem natuurlijk ook instellen wat dan de breaking time is. En wat ik net zei, die safe talk off activeren we niet met signalen, maar dat is dan weer het vervolg op een safe talk 1. Dat is automatisch zo, ja, klopt. Op elkaar door. Nou, safe operating stop, die gebruiken wij niet. Dus die sla ik daarmee ook meteen even open. Dat is gewoon het bewaken dat je stilstaat. Ja, dat is eigenlijk je laatste toestand van safe stop 2. Even terzijde. Dus als je safe stop 2 maakt, even de tv een keer. Als je een safe stop 2 maakt, dan zeg je eigenlijk van, nou, ik stop gecontroleerd en nadien blijft mijn as geenabled. En dat geenabled blijven in stilstand, dat noemen we de safe operating stop, ja. SOS. Nou, die gebruiken we niet. Nee. Wat we wel gebruiken is safe stop emergency, de hoogst prioriteit aan stop. Ja, nou, die safe stop emergency die willen wij activeren via die S-bus. En op het moment dat je signaal activeert via de S-bus, moet die er ook zijn via de S-bus. Is die niet hoog, ja, dan draait je alles ook niet. Want dan heb je een SSE. En daarbij zeggen we, dan kunnen we nog kiezen of dat we die safe stop emergency, of we daar STO willen schakelen, weer die respons wat ik net zei, of een SSE. Nou, in dit geval kies ik ervoor voor een STO, want wij vertragen hem zelf al. Bij de aansturing van de emergency stop. Klopt. Daar zit hij tof al tussen, maar je kunt er dus ook voor kiezen van, nou, dat heb ik allemaal niet en ik wil dat de bedrijf dat aangeeft. Nou, dus die laten we op STO staan. Klap ik dit even dicht. Gaan we verder naar safety functies en dit zijn echt een hele hoop functies. Ik ga niet allemaal door, ik pak echt alleen de eerste die we nodig hebben. De rest is allemaal positieafhankelijk, safe camming. Je kunt je voorstellen inderdaad, bij elke geavanceerde safety functies horen parameters. Nou, die hebben netjes gegroepeerd in een mapje voor safe limited position, safe cam, position dependent safe speed, operating mode selectie. Nou, waar we nu op focussen is natuurlijk de functie safe limited speed. Ja. En ja, dat geef jij nu aan, Sander. Ja, nee, ik sta de rest even over. Ja. Safe limit speed wil ik dadelijk activeren via mijn S-bus. Hè. Dat hebben we net al in de safety controller geprogrammeerd. Hekje open, safe limit speed actief. Nou, mijn limited speed is hier 20 rpm. Daar hebben wij dus een rustige snelheid van die as. Ja, dan is het nog een beetje te volgen. Dan is het te volgen. Dit al, ja, iedere hangt af van je risico. Ja, zeker. Nou, de breaking time die we daar hebben is 500 milliseconden. Dus
het moment dat ik 7 nummer speed activeer, heb ik 500 milliseconden de tijd om op snelheid te zijn. Of eigenlijk om onder die snelheid te zijn. En onder die snelheid, ja, heel belangrijk. En op het moment dat dat niet is, ja, dan is pech. Wat ik dan wel instel, is zeg maar, op het moment dat ik over die snelheid heen ga, wil ik niet meteen afschakelen, want we draaien nog. Daarmee activeer ik die safe stop 1 en geef ik de regelaar dan ook maar de kans om, eigenlijk is het, je bent te ver gegaan, nu stoppen. Dat is eigenlijk wat het is. Precies. Je wil als je overschrijdt, ja, dan wil je nog alsnog ingrijpen natuurlijk. Ja, en meer is het eigenlijk niet. Meer parameters zijn er niet. Waren het niet dat ik, hieronder staat een checksum. Die checksum, dat is eigenlijk alle parameters bij elkaar en daar wordt een CSC checksum van gemaakt. Zet hem op de SD-kaart. Die checksum moet ik ook ingeven in de safety PLC. Dus bij het opstarten zegt de safety PLC eigenlijk tegen die regel van, ja, wat is jouw checksum? Ik heb hier deze, jij hebt die. Oh, die komen overeen, mooi, we kunnen aan de gang. Ja. Daarbij moet ik hem ook nog even vertellen dat dit apparaat, we hebben net die 10 ingevuld, moet ik hier ook even invullen. Ja. En dan vul ik hierin het checksum wat we net hebben gezien. Nou, dat gezegd hebbende, is de safety kant eigenlijk klaar. Ja, volgens mij zijn we niks meer. Dan hebben we nog de programmakant. Ik hernoem even mijn afstand kant. Mijn oude basic safety had ik anders genoemd. Dus deze noem ik ook. Ik zie dat dat niet goed gaat. Die heet de X6950, dus die noem ik even. Daarmee zijn we foutvrij. Wat ik nu wil, is dat op het moment dat twee dingen. Op het moment dat ik een hek open doe, wil ik een lage snelheid gaan draaien. Dan moet ik gewoon motion technisch afhandelen. En ik wil ook op het moment dat ik hem overschrijf, dat ik een abort doe. Ja. Dus ik wil ook dadelijk stoppen. Nou, dat hoeft niet moeilijk te zijn. Allereerst update ik even deze lijst. Hè. Die is gekoppeld. Op het moment dat ik daar op update druk, leest hij mij eigenlijk uit hetgeen wat er onder hangt bij de CFPLC. En zegt, nou, oké, dingen anders. Ja, nou, je ziet eigenlijk die bitjes er ook meteen bij komen. Pak ik hem terug in mijn state machine, dan kan ik hier eigenlijk simpelweg een if statement omheen zetten. En dan zeg ik eigenlijk van, oké, als die guarding in orde is, dan mag je op 360 draaien. Dit is in unit, dus in dit geval in graden. Op het moment dat die niet in orde is, dan wil ik dat je op een snelheid van 90 gedraaid, dat is zeg maar een kwart rondje per seconde. Als ik het heel kort even mag samenpakken, Sander, we gingen misschien een klein beetje snel. In de eerste demo, of in de tweede demo, had je laten zien hoe dat je dus zeg maar gewoon signalen uitwisselt tussen de safety controller en de normale PLC. Dus dat was die logical I.O., dat exchange woord dat je gemaakt had. Daar heb je net dus die variabelen bijgemaakt. Dat is daar zo inderdaad. Op het moment dat je die erbij maakt, dan kun je aan de bovenkant, dus in je gewone PLC, naar diezelfde lijst gaan, op update drukken, en komen die bitjes erbij, die je vervolgens gewoon in je motion programma gebruikt om in te grijpen. Ja. Dat is eigenlijk wat je doet. Ja. En inderdaad, zo gebruiken we die guarding status daarvan. En als dat in orde is, kunnen we snel draaien. Als niet in orde, draaien we langer. Daarbij wil ik ook nog... We hadden er ook een beetje bij gemaakt als we safe stop 1 actief hadden. Dus op het moment dat die actief is, dan wil ik ook naar abort toe, wil ik gewoon die afzet kan stoppen. Ja. Ja, meer is het eigenlijk niet, dus dit ga ik in mijn PLC laden. Nou, even ondertussen vertel ik iets over die snelheid. Wat nog steeds heel belangrijk is, ik zeg er gewoon nog een keer bij om te beseffen, is dat in die as, dus in die extended safety, daar wordt echt op toeren bewaakt wat de limiet is. En in uw normale programma, dus in uw normale motion programma, zult u moeten aangeven naar welke snelheid hij daadwerkelijk gaat. Dus safety doet eigenlijk alleen maar ingrijpen op het moment dat het niet lukt. U zult er zelf voor moeten zorgen dat u ook daadwerkelijk onder die grens komt. Dat is heel duidelijk. Safety heeft in principe nooit een PLC functionaliteit voor uw machine, zeg maar. Dat zijn twee gescheiden werelden. U zorgt voor de aansturing en safety controleert. Ja, we zijn één ding vergeten, althans ik ben één ding vergeten. Is de I950 ook vertellen dat hij ook daadwerkelijk met dat object in de CFPLC moet praten. Nou, dat is net als die lijst niet meer dan die logical I.O. mapping koppelen. Ja. Dat heeft hij nou gedaan, maar hij geeft heel terecht even aan van hallo, let even op, want je bent wel vergeten. Nou, dit downloaden we even erin.
En het verschil met safety en motion, en bij motion praten we over graden per seconde, millimeters. Ja. Ja. Motion heeft daar geen weet van. Nee. Die praat altijd in incrementen, rotatie per minuut. Want ja, je stuurt er niks mee aan. Nee. Dat klopt. Ja. Dit zit in mijn controller. Ik wacht heel even tot de etenkantbus opgestart is en die zie ik hierbij groen worden. Nou, dan rest mij alleen nog om daadwerkelijk het project ook in de safety controller te schieten. Net zoals we net dat gedaan, komt hij weer met dat nummer. Hè, want ik wil wel zeker weten dat je weet wat je aan het doen bent. En ook die zit erin. Nou, dan starten we de safety applicatie en dan gaan we gewoon nog even simpel door die functies heen. Hè? We gaan controleren of hetgeen wat we gemaakt hebben of dat ook klopt. Nou, we hebben die no-stop. Daar is eigenlijk niks aan veranderd. Hè? Die functie hebben we eigenlijk niet veranderd, maar hij werkt nog steeds. Dat is wel fijn. Dan hebben we die guarding. Die zien we allebei hoog zijn. Die zien we ook aan de uitgang hoog zijn. Ik heb natuurlijk net op reset gedrukt. Open ik nou het hek, valt hij al, doe ik hem dicht. Komen de ingangen wel op, maar ik moet eerst nog bevestigen met reset dat het hek daadwerkelijk reset mag. Ja. Ja, en voor de rest, ja, we hebben nog een stukje I59. Maar dat wijst eigenlijk zichzelf. Nou, ga ik terug naar mijn visualisatie. Dan zouden we, mochten we geen demo-effecten. Ah, ik ben er één ding vergeten. Het belangrijkste. Omdat we hier een demo-koffer hebben en we hebben hier een krachtstroom, moet ik die regelaar even vertellen dat het oké is dat die maar 230 volt gevoed wordt. Ja. Daar klikt hij ook van. Ik heb nou op die regelaar verteld van nee, het is oké om maar 230 volt te hebben. Nou, en eigenlijk dat erin hebbende, zou ik wachten op mijn as zou gaan draaien. Dit is goed. Heb je de STO, de emergency stop ook gekoppeld aan de. Oh, wacht. Ik ga maar eens even naar je emergency stop. Hier aan de uitgang. Ah, ja. Nou, je zit eigenlijk meteen, hè? Ja. Krijg de regelaar niet aan de gang. Nee. Puur omdat ik het bitje van de safe stop emergency. Die heb ik wel geactiveerd op Edgebus, maar die heb ik niet. Ja, als het ware niet. Ik stuur hem niet aan. Dus nee. Per definitie eigenlijk veilig. Nou, wat we hier onder zetten, zeggen we nou oké, okay, behalve die safe to off uitgang wil ik ook dat je de, ik ben bezit, SSE. SSE. Nou, misschien wel. Dit is eigenlijk hè, dat je zegt van het moment dat je in de regelaar vertelt, hé luister, jij krijgt via jouw FSOE het safe stop emergency, dus het noodstop commando, dan wil je hem ook hebben, zo niet, dan stop, dan draait hij ook nooit. Ja. Dat zijn de kleine dingen die ik te doen. En als het goed is. Of niet. Oké, okay, nou zit op zich. Het goede schakelaartje gebruikt. Ja, heel belangrijk. Nou, nu draait hij. Vrij rustig, maar dit is een snelheid van 360. Ja, dit is dus die 360 graden per seconde. Ja. En trek ik nou het hek open. Dan zien we hem eigenlijk een set velocity hebben van 90. En op dit moment bewaakt eigenlijk de safety, bewaakt gewoon zijn snelheid. En kijken we nou even snel in de as. We kijken bij diagnose en dan zien we dat die as een snelheid draait van 13 rpm en die schommelt een beetje tussen de 10 en de 15 rpm. Dus hij komt nooit boven de 20 rpm uit.
Dan moeten we misschien even, Sander, Mark, even de kans geven om op te schakelen dat de mensen ook de as daadwerkelijk zien. En niet, misschien moeten we het nog heel even demonstreren, ik weet niet wat Mark laat zien natuurlijk. Maar ja, gooi het deurtje nog maar eens dicht en dan laten we het. Op het moment dat we dit dicht gaan, schuiven we die snelheid en ik druk op reset. Dan schuiven we die snelheid omhoog en dan zie je dat die 59 rpm blijft rond de 60 rpm. Hè. Ja. Dus 63 graden per seconde natuurlijk. Ja. Zover safety. Maar nou ga ik een typo maken. Die ga ik er even eerst inzetten. Dat wil zeggen, stel ik maak een typfout in mijn programma en ik maak van deze 90, heb ik per ongeluk 190 gemaakt. Nou, dat laat ik erin. Dus op het moment dat ik nou het hek opentrek, dan stuur ik een snelheid van 190. Dat is in principe dus zo'n 2 à 2,5 keer te snel. Ja. Nou, ik trek het hek open. Die as die schakelt wel af. Die gaat naar de veilige toestand toe. Ik zie dat mijn safety op 1 nog niet helemaal werkt. Maar waarschijnlijk waren we te langzaam met het afschakelen. Wat er nu gewoon gebeurt, ik trek het hek open. Ik heb 2 seconden breaking time. Ik heb 2 seconden tijd om langzamer te gaan draaien. Draai ik het niet, pech gehad, stilzetten. Ja, en zo zie je duidelijk het verschil tussen safety grijpt in op het moment dat het misgaat. En zo zie je dus, de monitoring zit lokaal in de as en de aansturing zit eigenlijk bovenliggend in de normale PLC. En eigenlijk heel kort door de bocht, Sander, door data uit te wisselen tussen die twee werelden, ben je gewoon in staat om dit soort dingen eigenlijk relatief eenvoudig te doen. Ja. Ik kan me prima voorstellen, ja, dat als u nog nooit met PLC Designer zelf gewerkt hebt, dat dit allemaal een klein beetje vlug is gegaan. Maar je ziet eigenlijk, als je de logische stapjes volgt, en dat is best moeilijk omdat in een demo zo snel weer te geven, maar als je zegt, ik bouw mijn structuur op, ik voeg mijn controller in, ik heb daarin mijn extended safety device, ik map die twee aan elkaar, die twee kennen elkaar, die weten op welk bitje wat zit. Daarna is het puur een kwestie van de juiste functies activeren op asniveau en diezelfde functies aansturen vanuit je safety controller. Is gewoon allemaal goed te doen. Ja. Wou jij nog iets laten zien? Dan pak ik hem terug. Ja? Oké, top. Goed. Dat brengt ons een klein beetje aan het einde van deze demo. En dan wil ik eigenlijk nog een paar dingetjes zou ik even willen benoemen. Ik zal ze hier vast in beeld zetten. We zien eigenlijk dat op het moment dat je safety technologie integreert in de as, dat scheelt gewoon een heleboel, het scheelt een heleboel bekabeling onder andere al. Het feit dat je bijvoorbeeld je standaard encoder mag gebruiken voor safety doeleinden, standaard tussen haakjes, want dat moet dan wel voldoen aan bepaalde eisen. Maar dat scheelt gewoon een heleboel. Je ziet ook gewoon, ik kan theoretisch Sander uitdraaien. Ik zou in feite hier zelfs gewoon de bekabeling los kunnen maken. Zo. Zonder dat gevolgen heeft. Dus minimale bedrading, alles via die safety bus. Ja, dat is gewoon, ik denk een groot voordeel. Ja, dan zeggen wij eigenlijk van, je kunt de gevaarlijke bewegingen ook het beste detecteren op de plek waar ze gebeuren. Dus in de as zelf. Die as heeft alle informatie. Wij hebben dat op een gele manier voor elkaar gekregen, dus laten we daar gewoon gebruik van maken. Want dat scheelt gewoon een heleboel externe componenten. Denk daarbij aan een safety controller waar bijvoorbeeld een encoder slice op zit. Om een gele encoder in te kunnen lezen. Nou, noem maar op. Nou, die derde heb ik eigenlijk al genoemd. Hè. Monitoren vindt plaats in de drive. De vierde zeggen we eigenlijk mee. Van, nou, op het moment dat je nu ziet, van ik heb in één software tool, dus in onze PLC designer, zowel de safety controller zitten als ook mijn normale PLC. Ja, dat maakt het leven wel een beetje makkelijk. Vooral als het dan gaat om data uitwisselen tussen die twee werelden. En daarmee eigenlijk ook, kom ik bij het laatste punt. Daarmee wordt ook een geavanceerd veiligheidssysteem. Met functies zoals bijvoorbeeld safe limit speed is daar één van. Maar safe limit position, safe cam, safe direction, safe tip mode. Allemaal functies die we wellicht kennen of wellicht nodig hebben voor onze machine. Ja, die zijn niet moeilijker dan dat wat wij vandaag hebben laten zien. Dat brengt ons eigenlijk aan het einde van deze webshop. En wij willen u zo meteen de gelegenheid geven natuurlijk om vragen te stellen.